Welkom bij Dipsaus, het programma door vrouwen van kleur, voor vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Dit is seizoen 2, aflevering 4. Onze gast is Shaila Sital Singh en deze podcast is opgenomen op zaterdag 8 juli 2017. Vergeet je niet te abonneren via dipsaus.net. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Stitcher, Soundcloud en de RSS-feed. En de lieve luisteraar Lisa mailde ons met wat het is. En dat is blijkbaar een digitale stroom van content. Dankjewel alsjeblieft. En laat ook alsjeblieft de recensie achter. Dus 4 sterren, 5 sterren, niet minder. Op 5. iTunes, 5 sterren. 6. En gewoon een action, exo of een kusje. En last but not least onze nieuwsbrief met vol leuke artikelen en onze fijne playlist van onze gast. Oké, welkom dus terug allemaal bij Dipsaus. En yes. Nou, vandaag is onze Ebice er weer bij. Want je bent weer beter naar een lang ziektebed. Lieve schat, lang ziektebed? Nee. Ik dacht even wat drama erin gooien. Dat was, wanneer was het? Je had dat unapologetic iftar. Ja, klopt. En de dag daarna, ik werd gewoon ziek. Ik ben ziek wakker met koorts en al. Heb ik echt heel lang niet gehad. Dus ik weet het niet. Het heeft ook waarschijnlijk te maken met het feit dat ik ongesteld zou worden. Dan is mijn weerstand gewoon echt dus heel erg laag. En je werkt heel hard. Ja. En je staat altijd vroeg en op. Ik stop niet. Dus ik ben gewoon heel erg ziek. En neem je wel je vitamintjes? Nee. Oh nee, dat moet. Welcome to life over 40. Oh my Ebice. God. Vitamines. Don't tell people I'm 40. Nee, zo zie je er niet uit. Zo zie je er helemaal niet uit. We still gotta see some ID. We hebben nog iemand hier die er echt super jong en gorgeous uitziet. En dat is niemand minder dan, zeg ik, Shaila? Ja, Shaila. Shaila Sital Singh. Yay. Welkom. Fijn dat je er bent. Nou, jullie kennen haar vast van haar waanzinnige columns altijd in de Volkskrant. En, ik wil wel even zeggen, lieve Shaila, mag ik Shaila zeggen? Shaila, je Wikipedia page. Hallo. Die heb ik niet gemaakt. Nee, ik weet niet wie hem heeft gemaakt. Maar ik vond het wel leuk, want er stonden de hele tijd fouten op. En ik dacht, weet je, die laat ik gewoon staan. Waarom? En dan kijk ik hoeveel mensen dat gewoon overnemen zonder dat bij mij te checken. En dat zijn er toch eigenlijk best veel mensen. Best wel veel. Ja. Dat ze dan zeggen, ik heb alvast een cv'tje gemaakt. En dan sturen ze het naar me toe. Zeg ik, maar dat is fout, dat is fout, dat is fout. Maar dan zat ik van je Wikipedia page. Ik weet niet, ik heb kennelijk een fan die niet heel goed op de hoogte is. En die heeft een keer een Wikipedia page gemaakt. Ja, ik... Heb je geheim zelf nog wat je kan? Ja, dat is wel geloof ik gedoe. Moet je lid worden of weet ik veel. Maar dan kan je zelf er ook op en dingen veranderen. En ja, weet ik veel, maar ik denk, laat ook maar. Nee. Laat mensen ook maar inderdaad. Laat mensen ook maar. Maar wij willen natuurlijk wel weten wie je bent en wat je doet. Dus laat ik zo beginnen. Wie is je vader? Wie is je moeder? En waar woont je huis? Mijn vader is Arnold Sital Singh. En die is die komt uit Suriname en die is een Hindustaan. En die is een keer getrouwd met mijn moeder toen hij in Nederland kwam. Mijn moeder was Nederlands, mijn moeder is onlangs overleden. Mm. Mijn moeder is Thelma Brugman. En ze zijn toen getrouwd. En toen heeft hij dat Hollandse meisje meegenomen naar Suriname. Oeh. En daar ben ik geboren. Ja. En je zus, toch? Of en zusje? Mijn zus. Ik heb een oudere zus, Indira, die is in Nederland geboren. En toen zijn ze met Indira naar Suriname gegaan. En toen ben ik geboren. En ik heb een tijdje in Suriname gewoond. En daarna heb ik op Curaçao gewoond. Dus mijn huis heeft op heel veel plekken gewoond. Heel veel plekken. En daarna heb ik in Nederland gewoond. Toen heb ik in België gewoond. En toen heb ik weer in Suriname gewoond. En nu woon ik in Delft. Mijn huis woont in Delft. Of all places back to Delft. Want Dus laten we heel even inderdaad een stapje teruggaan. Jij kwam naar Nederland. Hè? Dus opgegroeid Suriname, Curaçao. En jij wilde eigenlijk, klopt dat wel? Want dat weet ik ook van je Wikipedia-page, anders journalist worden. Dat klopt wel. Dat klopt, Dat klopt wel. Maar papa en mama vonden het toch verstandiger als je een universitaire studie deed. Ja, nee, dat was natuurlijk niet goed, hè, journalistiek. En het was toen een hbo-studie. En het was natuurlijk niet echt en zo. Ze zei, ga jij maar naar de universiteit, meisje. Dus dat ben ik heel braaf gaan doen, want ik was altijd heel braaf. Erasmus, Rotterdam, toch? Ja, en waarom economie? Dat was eigenlijk een negatieve keuze. Ik had eigenlijk niet zo'n idee wat ik moest doen. En economie, daar kon je van alles mee. En ik wilde natuurlijk toch journalistiek doen. Ja. En het leek me gewoon wel slim om dan iets te doen waarna je toch stukjes zou kunnen schrijven. En ik was op zich wel goed in economie. Ik had er niet zo over nagedacht. Nee. Ik heb heel veel dingen in mijn leven gedaan zonder daar nou echt enorm over na te denken. Terwijl je was aan de ene kant, je was wel wat je zegt, een braaf, lief meisje thuis, volgzaam. Was je ook wel rebels? Op zich was ik redelijk braaf. Ik weet dat je zou het aan mijn vader moeten vragen. Maar ik geloof dat ik naar
zeg maar, als je kijkt zo op een schaal van heel erg rebels en nooit wat aan de hand, geloof ik dat ik heel een beetje in het midden zat. Ja, echt maar, wel. Gewoon kwam goed je naar handelen. Nederland om te studeren of gingen jullie met z'n allen verhuizen? Nee, om te studeren. Ja, nee, ik kwam gewoon veel, alleen. Heel veel. Dat is eigenlijk heel gebruikelijk. Op Curaçao en ook in Suriname. Ja, als je je VWO af hebt, dan ga je gewoon met z'n allen in een vliegtuig. Nila, mijn beste vriendin, is ook zo naar Nederland gekomen. Wat is er wel nu ondertussen getropt? Er is nu ondertussen wel, want toen jij opgroeide, had je universiteiten op Curaçao? Jawel, je had wel één opleiding op Curaçao, de UNA, maar daar kon je niet zo heel veel doen. Je kon geloof ik rechten doen en dat was het zo'n beetje. Dat was heel klein. Maar ja, niemand wil daar natuurlijk studeren. Want als je bent opgegroeid op Curaçao, dat is een soort dorp. Daar wonen 160.000 mensen of zoiets. En iedereen weet alles en iedereen kent iedereen. En iedereen weet, dat is die van Sital Singh. Je wil daar heel graag weg. Als je dan 17 bent, dan wil je dat het leven begint. En het leven gaat daar niet beginnen. Nee. Maar dan ga je enige als 17-jarig meisje helemaal alleen naar Rotterdam. Ja. Maar je zus was er al of niet? Ja, mijn zus was al hier, die studeerde in Delft. Daarom ben ik uiteindelijk ook in Delft terechtgekomen. Maar het punt is, dat doet iedereen. Dus je gaat met je hele klas eigenlijk. En als je eenmaal hier bent geland op Schiphol, ga je allemaal naar heel verschillende plekken. En je ziet elkaar niet zo heel veel meer. Dus dat valt vies tegen. Maar daar heb je geen idee van, hè, als je hier komt. Is ook, ik weet wel dat er in Amsterdam een studentenvereniging is. Of niet? Je hebt verschillende studentenverenigingen. Zowel voor Surinaamse studenten als voor Antilliaanse studenten. En die zijn ook meer met elkaar gaan optrekken. Want vroeger was dat heel erg gescheiden. Ja. En tegenwoordig is dat volgens mij iets minder gescheiden. Dus ja, je gaat elkaar wel opzoeken. Op feestjes en dat soort dingen. Ja. Ik ging dus mee. Ja, je hebt daar wel behoefte aan. Ja, en zeker natuurlijk. Toen ik hier kwam in 1986 was Nederland een heel ander land dan het want nu hoe is. Was het dus voor jou? Hoe begon het leven? 86, 17 jaar in Rotterdam. Ja, het was geweldig. Ik heb eerst nog zelfs in Amsterdam gewoond. Ik heb eerst een half jaar nog in Amsterdam gestudeerd. En dat is wel echt het grote leven. Je hebt echt geen idee wat je overkomt. Want het is hier allemaal heel groot. En er zijn allemaal winkels en je kan alles kopen. Dat zijn allemaal dingen die had je niet waar ik woonde. Iedereen kan zijn eigen gang gaan. Niemand bemoeit zich met je. Je kan een hele dag door de stad dwalen. En er is niemand die je heeft gezien, die jou kent. Dat is zo een gevoel van bevrijding. Dat is bijna onvoorstelbaar. Ik was ook hele dagen alleen maar aan het lopen door die stad met het idee van niemand ziet mij. Niemand kent mij. Sociale controle valt weg. Dat is waar, En hoe was het politiek? Want 86 was pittige, pittige tijden. Het was een beetje een donkere tijd. Je had net de crisis gehad. Tenminste, wat ze dan in Nederland crisis vonden. Er was hoge werkeloosheid. En het was een beetje de no future. Ja, het was een beetje no future generatie. En ik kwam hier en ik dacht, no future. Ik vind het hier echt heel erg netjes en mooi. Iedereen is heel rijk en goed gekleed. Iedereen heeft geld, dus ik begreep dat niet zo. Maar ik vond het had ook wel iets aantrekkelijks of zo, vond ik. Het was ook wel een beetje de nadagen van de punk. En krakers en dat soort dingen. En ik vond dat wel interessant of zo. Het waren allemaal dingen die had je op Curaçao niet. Want was dat een groot verschil met Curaçao? Idee. Als je het hebt inderdaad over slechter, vond je het hier veel beter georganiseerd en rijker? Absoluut. Wat kwam jij uit een milieu van met armoede? Of Nee, mijn vader is arts, of was arts. Hij is inmiddels 84, dus hij werkt niet meer. Nee, wij kwamen uit een heel goed milieu. En op Curaçao, wat ik het grote verschil vond, is omdat het zo'n kleine gemeenschap is, gaat iedereen wel met elkaar om. Ik bedoel, ik kende jongens die in de gevangenis zaten en ik kende mensen met huizen met zwembaden. Je kent iedereen en iedereen gaat wel met elkaar om. En toen ik hier kwam, ik hoorde altijd, in Nederland is iedereen altijd gelijk. Toen merkte ik van, het is hier een echte klassemaatschappij. Ja. Ik studeerde met mensen die hadden nog nooit met een kassenjuffrouw bij de Albert Heijn gesproken. Of die kenden niemand van een andere cultuur of van een ander milieu. Mensen bewegen zich hier, omdat je natuurlijk met zoveel bent. Je hoeft niet je eigen klasse uit te breken. Maar op Curaçao, als je alleen maar met mensen uit je eigen kringetje omgaat, ga je met 10 mensen om of zo, weet je? Dus je gaat met iedereen om. Ik ken nog steeds mensen die, weet je, en schoonmaker en directeur zijn. En dat zijn allemaal vrienden. En dat heb je hier, dat viel me op toen ik hier kwam studeren, dat Nederlandse leeftijdsgenoten dat niet hadden. Die bewogen zich, of ze kwamen uit een boerenmilieu en ze kenden alleen maar boeren. Of ze kwamen uit een chic milieu en ze kenden alleen maar rijke mensen. Of ze kwamen uit een bijstandsmilieu en ze kenden alleen maar mensen met weinig geld. Ik vond dat zo verwonderlijk, omdat ik in Nederland alleen kende uit de verhalen.
en uit. Af en toe misschien een keer met vakantie. En ik had het idee van, nou, het is allemaal heel, heel gelijk en zo. En dat was eigenlijk het eerste wat mij opviel van wat een standen en klasse je eigenlijk hebt. Want ben jij Nederlands opgevoed? Want je hebt wel, je hebt dus een witte Hollandse mama. Ja, ik heb een Nederlandse moeder, maar nee, niet in die zin niet echt Nederlands. Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven in Curaçao gewoond. En ja, ik heb geen Nederlandse opvoeding gehad. Als ik het vergelijk met Nederlandse leeftijdsgenootjes, ben ik veel strenger opgevoed. Veel prestatiegerichter. Ja. Het was heel erg, je moest je best doen. Ja, je moet je best doen. Je moet niet journalistiek gaan studeren, maar arts worden of piloot of rechter. Je moet iets met je leven doen. En, en ook, ja, we werden ook wel redelijk kort gehouden op thuis. Het was gewoon veel strenger dan Nederlandse leeftijdsgenootjes. Ja. Absoluut. Ja. Je kwam terecht in Nederland dus, hè? Studie, economie en meteen een ontzettende mannenwereld. Ja. Nou, het grappige is, dat viel me niet meteen op. Curaçao is een beetje een vrouwenmaatschappij. In die zin dat we hadden al 3 vrouwelijke premiers gehad. En alle vrouwen daar werken buitens huis fulltime. En zorgen voor hun gezin. Ook omdat je hebt vaak andersoortige gezinnen. Vaak zonder man. Je bent heel erg gewend om dingen zonder man te doen. Of zo daar. En toen kwam ik hier en toen merkte ik ook hoe traditioneel de Nederlandse samenleving is. Met gezinnetjes en met vrouwen die thuis zijn. En zo, dat viel me ook heel erg op. Vond ik ook wel heel bijzonder. En ik vond dat eigenlijk wel grappig. Of zo. Ik had altijd gedacht, Nederland heel progressief was. En toen ik kwam, dacht ik, is het toch eigenlijk een raar land. Met vrouwen die thuis zitten. En iedereen die in zijn eigen kringetje en klasse blijft ronddwalen. Dat vond ik wel heel geestig of zo. Oké, we gaan straks verder praten wat jij nou allemaal zo geestig vond. En hoe je het nu vindt. Want je bent ook weer teruggegaan met je eigen kinderen. Tijdens Tsunami Goes Nou Hier. Maar ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Het is tijd voor de Marjan. Shoutouts en burns. Burn. Yes, de shout-outs en burns. En de shout-outs en burns zijn de dingen. De shout-out is de dingen die we tof vonden de afgelopen week of 2 weken of wat je hebt gezien, gelezen. En de burn mag echt weg. Mag weg, is niet tof, is niet leuk. En je mag gewoon spring in en praten mee, nee, vooral over mee, Shaila. En mag ik beginnen? Ja, je mag beginnen. En mijn broer luistert toch niet. Maar mijn shout-out. Wel. Weet ik niet. Ik weet niet of hij stiekem. Ik weet wel dat hij mij heeft gemute op Twitter. Omdat hij vindt dat ik te veel tweet. Maar hij wilde me niet ontvolgen. Dus ik weet niet, ik weet niet zeker of hij dit luistert. Of dat hij gewoon een beetje scrollt. Maar hij is dus co-founder van de Revue. Waar wij ook onze nieuwsbrieven maken. En hij heet Mohammed. Elmas Louis. En he's gonna kill me. En hij is gewoon heel lief. Ik heb een hele lieve broer. Ongetrouwd. Ladies. Even, are you being your mother now? I'm being my mom. Yes. Doen. Nee, maar hij is gewoon super lief. Hij is lief, hij is supportive. Al vanaf toen ik jong was. En ook toen mijn zus, mijn oudste zus, toen zij actief was in Nederland en schreef en journalist was en activist. Weet je, had hij altijd wel onze back, weet je wel. Want onze ouders vonden dat allemaal heel raar. Die wilden eigenlijk ogenblik ook dat we gewoon arts zijn. Gewoon advocaat worden natuurlijk. Gewoon normaal doen. Wat moet je nou? Waarom ga je nou naar een demonstratie? Wat verandert dat nou aan de wereld? En waarom maak je het zelf zo moeilijk? En had je altijd wel mijn broer die zeg maar onze zeg maar van ja weet je laat ze nou zijn hartstikke goed bezig en is hij de oudste? Nee, hij is de tweede. Maar wel de enige jongen, toch? Hij is de enige. Hij is verwend. Ladies, let op. Hij is verwend. Nee, dus helemaal niet. Hij vindt mij dus slordig en stofzuigt. En als wij dus naar mijn zus gaan in België, die 3 kinderen heeft en een tweeling en helemaal druk. Dan zie je mijn broer altijd, zeg maar, achter zijn laptop is hij bezig aan het werken. En heeft hij altijd wel een kind in zijn armen. Of doucht hij voor die van 2,5. En is hij altijd wel mee bezig. En hij is woke aan het worden. Echt waar? Ja, want dat ontbrak nog een beetje, toch? Bij de perfecte broer. Hij is een beetje een kapitalist, toch? Nee, hij is wel een beetje een tech-nerd. Oh, he's gonna dus kill een kapitalist, me. Gonna kill you. Maar hij vindt het dus... Toen wij dus begonnen met Dipsaus... Als je dus onze nieuwsbrief dan tweet... Dan wordt Revue gementioned. En dan krijgen zij zien dus ook, zeg maar... De trolls... Aha. De internet trolls. Ook de internet trolls. Dus ook zijn... Jullie trolls. Ja, jullie hebben hele leuke trolls. We hebben hele leuke trolls. Dus zijn collega ook, of zijn de co-founder ook van Revue, Martijn, die zag dat dus ook. En ik van, hé, wat is er nou allemaal aan de hand? Want in de techwereld, volgens mij, ik weet niet zeker, is maar, kan je goed programmeren? Ja, oké, top. Weet je? En
toen kwamen allemaal zeg maar van... wat doet deze vrouwen? En waarom zijn ze aan het praten? En dan had hij dus laatst met de verkiezing... zei hij, Marjan, het is wel belangrijk hè, voor een vrouw van kleur stemmen. Ik ga gewoon op de lijst kijken en dan de eerste vrouw van... En dacht zo, dus hij is hartstikke... Oké, okay, shout-out. Shout-out, thank you. En bedankt ook voor ons lieve sponsor ook. Hè? Yes. Je hebt geen burn. Ik heb niet echt een burn. Ik ben net uit Marokko. Ik ben net helemaal een beetje... Ik ben nog helemaal een beetje woozy van de zon. En ik ben naar Essaouira geweest, naar de Gnawa Festival. En wat Gnawa, is dat? De Gnawa Festival is zeg maar... Gnawa is zeg maar een muziekgenre in Marokko... dat door Afro-Marokkanen wordt gemaakt en is gemaakt. En dat is dus eigenlijk een klein beetje... Vroeger was dat... Je hebt heel veel teksten in de Gnawa muziek... dat over slavernij... In Marokko over wordt gezongen en teksten. En het is een beetje soefi ook. Maar het is heel specifiek voor zwarte Marokkanen. En je hebt daar een festival in Essaouira. En heb je elk jaar. Dat is nu wel een beetje een hipster iets aan het worden. Maar je hebt nog altijd... Je hebt soms ook... Het is een soort van jazz. Achter zeg maar B-League French jazz singers die daar dan een podium krijgen. Oh, wat dan ook. Okay. Maar je hebt ook zeg maar echt hele intieme... Gnawa, Sufi, religieuze gatherings. Waar dat wordt gespeeld. En er mag niet opgenomen worden. En dat soort dingen. Wow. En 90% is dan gewoon Marokkaan. En dan heb je echt vrouwen die even in trance... Even lekker, dat is zeg maar even lekker loskomen. Even lekker zo helemaal los op de muziek met je hoofd op en neer. Heb ik ook gedaan. Oh, en een beetje nekpijn nog ervan. Maar dus daar ben ik geweest. Dus dat is voor mij heel helend. Dat is voor mij heel religieus. Hoeft geen burn. Dus hoeft geen burn. Ik heb genoeg just burn. Just only sunburn. Ik laat de burn aan. Ik heb genoeg burn aan Arusha. Ik heb zo'n mother effing burn. Ik kan alleen maar zeggen. Het is jullie vast bekend dat er een onderzoek is uitgekomen. Een onderzoek waaruit blijkt dat witte mensen met een strafblad. En dus dan heb ik het niet over, je hebt geen kaartje gekocht in de bus. Of je hebt, weet ik veel, een colaatje gejat. Nee, met geweldpleging erop. Meer kans maken, sneller worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dan mensen met kleur, zonder een strafblad. Shout out to Nederland! Dus ik heb echt, ik kan alleen maar denken... Oh my. Ja. Wanneer houdt het op? En wat nu? Wanneer zijn we nu genoeg ingevochten? Jij hebt Mark Rutte. Nee, je hebt een boek over hem geschreven. Zijn we nu genoeg ingevochten dan nu? Is dit dan misschien het punt waarop we kunnen zeggen... Oké, prima, we hoeven niet meer in te vechten, hoor nu bij. En gaan we hier nu eens een keer iets aan doen? Want dit is dus gewoon waar mensen, jonge mensen, ouder... met iedereen tegenaan loopt. Je wordt niet je krijgt geen stage, je wordt niet uitgenodigd... en je maakt ook geen promotie. Dat wordt ook altijd vergeten. Mijn boek is uitgekomen, ik krijg zo ontzettend veel reacties van mensen. Ook mensen die wanhopig zijn, die gewoon zien dat hun partner... of iemand die ze kende, bloody 4 keer ergens voor solliciteert... of voor een promotie en dan gewoon wordt afgewezen... En letterlijk iemand van 5 jaar jonger, 10 jaar jonger, wit, mannelijk meestal, wel die promotie dan krijgt. Weet je, gemeente Amsterdam, waar ik weet niet hoeveel vrouwen van kleur jarenlang flexcontracten hebben bij de gemeente. Ik bedoel, het is ongelooflijk. Dus jij bent econoom. Jij hebt Mark Rutte geïnterviewd. Jij schrijft hierover. Shaila, help mij. Help ons. Het is verschrikkelijk. Het is... Sinds ik hier ben, ik ben 86 hier naartoe gekomen, is er dan. Wat volgens mij het grote probleem is het wordt dan als een soort. Door beleidsmakers zeggen: ja, dit is allemaal een heel groot probleem, daar gaan we wat aan doen. Komt een wet. Er zijn allerlei wetten geweest, je hebt de wet samen gehad, je hebt allerlei. Heb jij gelijke geschiktheid, voorrang geven aan, allerlei regelingen heb je gehad. Maar uiteindelijk, je kunt dat niet. Regelen. Je kunt dat niet van bovenaf opleggen. Je moet gewoon een werkgever hebben die het allemaal geen reet kan schelen. En die zijn er niet. Dit gaat generaties duren. Het is al generaties bezig en het gaat nog generaties duren. Je denkt niet dat affirmative action werkt? Want het werkt wel. Het heeft in Amerika gewerkt, to a certain extent. We weten dat het heeft gewerkt bij vrouwen tot op zekere hoogte. We weten dat het heeft gewerkt ook bij allochtonen tot op zekere hoogte. Maar wat er gebeurt, wat jij ook zei, als je bent dan in die organisatie, maar
Verder kom je niet. Verder kom je niet. Verder. Weet je, die talentjes ook en, in de overheid. Ja, hadden ze zelfs een heel zo programma. Ontzettend veel projecten en programma's gehad. Van talentenpools inderdaad. Om jonge vrouwen van allochtone afkomst. Ja. Om jonge mensen van allochtone afkomst. Er zijn allerlei pools geweest. Maar uiteindelijk ben je ook afhankelijk van de welwillendheid van zo'n organisatie. Om jou niet alleen te tolereren, maar ook te accepteren te nemen. Denk je niet dat als wij inderdaad als maatschappij nog steeds, inderdaad, hè, meer dan helft van de geschiedenisboeken überhaupt op scholen wordt slavernij niet genoemd. Gewoon niet. De andere helft noemt het 1 of 2 paragrafen. Met letterlijk met ook taal. Ik heb net mijn dochters boek gelezen. Nou, echt problematische taal. En hele problematische uitleg. En nog net niet. Ja, hun niet deden het zelf ook. Weet je? En Portugezen. Als je dat allemaal niet weet. De geschiedenis niet kent. Het wordt niet gedoseerd. Ook niet bij maatschappijleer wordt er over gesproken. Niet bij economie wordt er over gesproken. De wereldeconomie. Handelsverdragen. Nobody has a clue. Dan gaat er toch ook niks veranderen aan de mentaliteit. Dus inderdaad blijven afhankelijk van mensen. Die het moeten inzien, die het niet hoeven in te zien, die het niet los van willen. Het zit niet in onze samenleving. Nee, het zit er niet in. En het is ontzettend taai en hardnekkig. En je komt er, ik weet niet, ik heb allerlei projecten gezien en het is allemaal omgeven met goede bedoelingen. En ik heb het allemaal zien sneuvelen en zien misgaan. En weet je moet het uiteindelijk hebben van rolmodellen, van mensen die zeggen, weet je, fuck it, ik begin mijn eigen business en ik begin gewoon mijn eigen... Maar die krijgen minder snel een lening van de bank, hè? Letterlijk. Ook dat blijkt. Als allochtone ondernemers hebben minder snel een bank. Daarom lukt het bijvoorbeeld Aziatische ondernemers makkelijker, want die hebben vaak al familiegeld of meer support of komen uit een handelsmilieu. Het is dus ontzettend, het is echt letterlijk 5 keer moeilijker voor een zwarte vrouw uit Zuidoost om in haar eentje iets te gaan starten. Als zij niet echt backers heeft en ik weet niet hoeveel een netwerk van mensen die haar supporten en die haar dan gaan bij de bank meetekenen, is het echt lastig. Ja, het is heel erg ingewikkeld. En het heeft te maken met structuren, maar het heeft ook te maken met mentaliteit. Het heeft te maken met codes die je moet kennen, ongeschreven codes die je moet kennen. En, hoe is dat voor jou bijvoorbeeld met studeren? Dat de issue had ik, want ik was 14 toen ik naar Nederland kwam. Ja. Ik sprak geen woord Nederlands. Ja. Maar het verschil tussen bijvoorbeeld mij en andere vrienden was het feit dat toen ik Nederlands ging leren, ik had geen accent. Ik had gewoon een Engels accent en niet een Ethiopian accent. Ja. Ik had geen zwaar accent waaraan je herkent dat ik niet in Nederland ben geboren. Maar er zijn heel veel mensen die daar wel gewoon uitstekend Nederlands spreken, maar een accent hebben. En ik heb het idee dat in Nederland, als ik het dan vergelijk met of Frankrijk of Engeland, that's the only thing I can compare it with. In Engeland kan je wel een accent hebben, maar dat gaat niet in je nadeel werken om te solliciteren of ze kijken gewoon naar wat je kan, omdat Engeland it was a huge empire. Geleerde mensen, ze halen brains met mensen met kennis uit alle landen. Dus in die zin, je accent is not necessarily gezien als iets. Nee. Ja. Maar had je het? En het hoort ook een beetje bij de doelstelling. De Great British Empire, de White Man's Burden. Maar brengen ook, maar in Nederland is het zelfs op dat anders. Niveau. Ja. Ja. We brengen ook beschaving. Het is heel ingewikkeld. Ik ben met een Surinaamse man getrouwd. Creoolse Surinaamse man. En die heeft hier in Nederland gewerkt. En hij heeft in Londen gewerkt. Ja. Hij heeft een aantal jaar in Londen gewerkt. In de financiële sector, in de city. En hij zegt nog steeds, hij is inmiddels weer terug. Of we zijn weer terug. Dat zijn tijd in Engeland was, vond hij het leukst. Ja. En waarom? Hij was redelijk high level in de bank. En hij werkte op een afdeling met Sikhs, met Australiërs, met mensen uit Pakistan. En het maakte allemaal niet uit. Je moest gewoon je omzet draaien en je werk doen. Ja. En daar keken ze naar. Dus er werd gewoon gekeken, oké, hoe goed ben je? Als je niet goed was, kon je vertrekken. Maar er werd niet gekeken naar je accent en of je goed Engels sprak en hoe je eruit zag en naar je huidskleur. En hij heeft hier bij de bank gewerkt op hetzelfde niveau. En dan kom je elke dag binnen langs de portier. En elke dag kijkt de portier van, moet je niet de andere ingang hebben? Dat is gewoon een fundamenteel verschil in mentaliteit. In wat je gewend bent. En hoe er naar een organisatie wordt gekeken. En hoe er naar mensen wordt gekeken. En Nederlanders hebben een zelfbeeld dat ze heel tolerant zijn. En dat ze
een land hebben van gelijkwaardigheid en waar iedereen zijn zegje mag doen. Maar de werkelijkheid is veel taaier. Maar je ziet het bij vrouwenemancipatie en je ziet het bij emancipatie van nieuwkomers of van migranten. Ja. Of van. Ik vind dat wel een lastig hoor. Want eigenlijk wat je zegt is, eigenlijk wat we zeggen is dat in andere plekken wij veel beter kunnen profiteren van kapitalisme eigenlijk. Dat we veel beter in die space, zeg maar, in Londen of in New York kunnen komen, omdat daar de uitgangspunt is winst, winst, winst. Wat natuurlijk niet wegneemt van dat er in Londen laatst in Grenfell Tower, dat daar heel veel mensen van kleur natuurlijk zijn gestopt en dat Londen gewoon ook een heel groot probleem heeft met geweld tegen mensen van kleur. Maar on the flip side is, ik weet dat ze bij de BBC wel gewoon een quota hebben. Gewoon een keiharde quota. Van als je niet zoveel mensen van kleur daar hebt, dan krijg je het programma niet. Zeker nog, je krijgt geen prijs ook meer. De BAFTA heeft er ook ingesteld dat films die in aanmerking willen komen voor een award moeten op beslissingsniveau ook, dus niet alleen window dressing, ook mensen van die in ieder geval de samenleving representeren. Maar ik heb dat dus veel vaker in Nederland gezegd. Ook toen ik een keer voor Dipsaus ging spreken voor een zeg maar talkshow uit Saudi-Arabië, een talkshow helemaal voor vrouwen door vrouwen. En dat komt omdat zij hebben gezegd van wij moeten bij de zeg maar soort van BBC van de Arabische zenders, wij moeten gewoon een quota. Er moeten zoveel vrouwen, want er wonen zoveel vrouwen, 50% is vrouwen, dus de helft moet programma's zijn voor vrouwen. Maar in Nederland zie ik daar nog steeds zoveel weerstand in. Er is enorm weerstand tegen quota. Ook op de arbeidsmarkt. Van je kan eigenlijk tegen een baas zeggen, tegen weet ik veel. Heeft dat niet te maken met het idee dat het gewoon een meritocratische society zijn, wat gewoon niet fundamenteel niet waar is? Ja, en ook met zelfbeeld, denk ik. Ik denk dat het te maken heeft met een zelfbeeld in Nederland. Van maar wij discrimineren niet. En we doen gewoon ons best. En we doen het gewoon hartstikke goed. Dus we hebben helemaal geen quota nodig. Maar heeft ook met zelfbeeld te maken. Zelfbeeld, precies. Ja. Je ziet diezelfde discussie bij vrouwen. Hè? Minister dreigt al 4 jaar lang met ik ga een quota instellen als je niet ervoor zorgt dat 30% van je board of in elk geval op een redelijk high level niveau je gewoon vrouwen hebt. Ga ik een quotum verplichten? Nou ja, dat blijft een soort dreigement, want dat gebeurt niet. Het is enorme weerzin ook van al die mannen. Om zich op te laten leggen, om zich te laten vertellen wie zij moeten aannemen. En vrouwen ook. Er zijn ook vrouwen who resist. Ja, being labeled. Ja, heb je altijd. Maar dat is waar. Maar wat nu? Zoals nu komt zo'n onderzoek uit. Is dit dan niet het moment dat we dus als samenleving echt kunnen zeggen, oké, luister, dat zelfbeeld klopt dus niet? Ja, maar het trieste is dat het eigenlijk het zoveelste onderzoek is. Ja. We weten dat er al heel lang dat als je Mohammed heet, dat je gewoon moeilijker aan een stage komt. En we weten gewoon. Nee, maar goed, maar dan hebben we een premier. Ja. Waar jij een boek over hebt geschreven. Ja, Mark Rutte, die zegt dat hoort er nou eenmaal bij. Ja, maar nu, dit heeft niks. Dit is los van de invechten. Ja, dit heeft niks. Dit is dus iemand letterlijk met geweld. Dit is racisme. Ja. Punt uit. Dit is gewoon hardnekkige culturele aannames dat het kennelijk veiliger voelt om iemand te hebben die op jou lijkt met geweld op zijn strafblad dan iemand die niet op jou lijkt. En het interessante is dat werkgevers dan soms als argument ook aangeven, ik discrimineer niet. Ik zou ze best willen aannemen, maar de klanten vinden het zo vervelend. Met andere woorden, je kunt het altijd buiten jezelf leggen. Dus het is een soort structureel fundamentele gedachte van maar met mij is niks mis. Maar ik moet ook aan mijn klantenbestand denken. En dan ben je niet aan het discrimineren. Dus dat krijg je er volgens mij inderdaad alleen maar uit met harde wetgeving. Jij noemde al quota. Je moet daar gewoon veel en veel harder tegen optreden. En in Den Haag zijn ze nu bezig met een experiment vanuit de gemeente met anoniem solliciteren. En daar moeten we de resultaten nog van zien. Of dat iets oplevert. We weten uit de wetenschap en uit grotere experimenten dat het wel iets kan opleveren. Bij orkesten was het altijd een probleem dat ze geen vrouwen kregen. Toen lieten ze achter een gordijntje mensen auditie doen. Ja. En toen nam het aandeel vrouwen plotseling enorm toe. Ja. Ze bleken spelen. Ze kunnen viool spelen. Precies. Maar als je ze zag, dan vond je het toch minder klinken. Ja. Dit soort dingen. En je moet trucs gaan toepassen. En wat in Amerika bij de sport hebben ze de Rooney Rule.
hè, ook een hele belangrijke wet. In ieder geval moet je mensen laten solliciteren. Dus ze hebben in ieder geval verplichting bij sportprogramma's. Hebben ze dat ingesteld dat iedereen die solliciteert, daar moet letterlijk de helft van kleur zijn. Ja. En dat heeft ook al heel veel uitgemaakt. Dat je ze in ieder geval spreekt. Dat zou misschien ook een tussenoplossing zijn tussen de quota. Hè, dat je voor quota in ieder geval dat er sollicitatieplicht is. En je moet ze zien. Ik vind dat mensen moeten zichtbaar zijn. Daarom vind ik het voor de publieke omroep bijvoorbeeld echt. Ik vind het schandalig. Dat de publieke omroep zichzelf niet gewoon heeft opgelegd. De plicht om te zeggen, we moeten gewoon zoveel vrouwen op het scherm hebben. We moeten gewoon zoveel mensen uit die bevolkingsgroep, zoveel mensen uit die bevolkingsgroep. Dat je dat gewoon jezelf oplegt. Dat je zegt, ik ben een fucking publieke omroep. Weet je? We hebben Shayla aan het schelden. Dat is al de tweede keer. Maar dan moet je het wel na 10 uur 's avonds uitzenden. Maar met een piep vind ik het ook erger klinken. Maar we hebben we moeten ook even door, want we hebben ook shout-outs. Jij hebt een shout-out. Ik heb een heel leuk shout-out. Mijn shout-out is mijn nieuwe lunchtent. Het heet Water en Brood. Ik werk aan de Wesperzijde of Wesperstraat. Weesper. Oh my god, Bisse, je woont in Amsterdam. Mensen zeggen mijn naam nog steeds verkeerd. Dus als ik Weesper niet goed kan uitspreken, I don't give shit. Ja. Ik wist nooit dat het Wieboudstraat was. Wat dacht jij dan? Wieboud. Wieboud, ja. En Amerikaan moest mij vertellen van, do you mean the Wieboudstraat? Ik heb nog steeds, na 25 jaar moeite met Willem en William. Ik maak nog steeds... Anyway. Oké, okay, shout-out. Mijn shout-out is dus Water en Brood. Het is een lunchtent in het hoekpand van Nieuwe Kerkstraat 84. Het is eigenlijk echt de nieuwe place to be in Amsterdam. Echt? Het is van de broers... Ik moet hun naam echt heel goed uitspreken. Hok Ahin. Tarak en Rashid Hok Ahin. Ja. En vroeger was het de fietszaak van hun vader. Ja. En hij wilde eigenlijk... hij had altijd gezegd van, wat willen jullie met dit pand? Want als ik er klaar mee ben, ik wil dat jullie daar iets... Advocatenbureau van me. Maar ze hebben een heel leuk lunch- en brunchtent geopend. Dus ga erheen. Ze hebben echt onwijs... I love their menu. De manier waarop ze menus... One of the things, wat ik wil, tree huggers. Vegetarisch gerechten noemen ze tree huggers. Heel goed. En er is nog eentje. En wat zit erop? Wat zit er op de tree hugger? De tree huggers, het is volkoren landbrood, gegrilde seizoensgroenten, walnoten, hummus. Ingemaakt. Ingemaakte rode kool. What, they killed it? Ingemaakt. Nee, dan zet je het op zuur. Ik kan niet koken. Heerlijk. En ook nog eentje. De salade heet Allergic to Everything. Anorexic special. Echt. Dus ga erheen. Heel goed. Leuk. Ja, en dat zijn dus de neefjes ook van Clark Akkoord. Ah, dat wist ik dus Clark niet. Schrijver van Koningin van Paramaribo, een hele goede vriend van mij. Helaas niet meer bij ons. I miss you, Clark. En dat zijn zijn neefjes. Dus hij heeft ze nog... Ja, zijn armen gehad als baby's. Oh, dus leuk. Nu zijn ze groot en mooi. En hebben ze deze tent. Leuke twee broers zou ik ook zo schatten. Ja. Nou, dat zijn de shout-out en brunch voor vandaag. Met dank aan onze mediapartner Salto, waar we onze afleveringen mogen opnemen. Een shout-out naar Revue, die onze nieuwsbrief faciliteert. Hoi Mohamed, hoi broer. Abonneer je en mis geen enkele flavor van Dipsaus. En dat kan via www.dipsaus.net. Laat de recensie achter. 5 sterren, niet minder. Op iTunes of Stitcher of anywhere. En last but not least, de Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Gaan we dit ooit een keer goed zeggen? Gewoon Monday. De Stimuleringsfonds voor... Het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Voor journalism. Oh my god. Mijn moeder doet dus niet mijn lidwoorden. Ik doe niet lidwoorden. Ik doe niet. Je hebt Arabieren die doen gewoon alles L. We hebben nog nooit een shout-out gedaan naar Topnotch. We mogen dipsaus gebruiken. Oh ja, dipsaus van Tjule. Dat hebben we al op het begin gezegd, toch? Ja, maar we doen het weer. Dankjewel. Shout-out naar Topnotch. Ik doe het voor jou, you know why. Oh ja. En Democratie en Media. Dankjewel. Ja, ik wil het even... We hebben het over representation en racisme en discriminatie gehad. Op arbeidsmarkt, op allerlei... Maar what about journalism? Je bent journalist, je bent al heel lang in het vak. Hoe zie jij het tegenaan? Hoe was het vroeger en hoe is het nu? Toen ik begon was het heel erg wit. Toen waren
toen zeiden ze, we kunnen ze niet vinden. Dat zeggen ze nog steeds. Nog steeds. Kunnen ze niet vinden. Maar dan waren ze tegelijkertijd wel heel erg blij als er dan eens een keer iemand was met een kleurtje. Dat ze konden zeggen, we hebben er één. Dus je was ook een soort totempaal of zo. Of noem je dat? Een mascotte. Token, ja. Ja, token was je. Ja, precies dat. Nee, het was heel erg wit. En ik ben begonnen in de journalistiek in 1993, 1994. Dus dat is ook alweer best wel een tijdje geleden. En in al die decennia heb ik het wel zien veranderen. Ik bedoel, er zijn veel meer mensen van kleur gekomen. Op tv, op de radio, maar ook wel in de kranten. Heel veel meer? Nou, het waren er nul, weet ja, je? Ja, precies. Dus, het is met 50% gegroeid, zeg maar. Van nul naar paar. Dus het wordt, toen ik begon in 1993 had je Steven Ramdari, die schreef voor de Volkskrant. En je had nog meneer ergens in Brabant. Artje Sumter had je nog. Die is volgens mij inmiddels overleden. Je had Neil Ramdas, die schreef stukjes in het NRC. En dan had je het echt gehad. Wow, that's it. Dat was het. En Noraly Beyer, die las het nieuws op televisie. Ja. En dat was het. Het kwam van heel ver. Ja, en nu heb je Umberto Tan, die een late night show presenteert, die gewoon de belangrijkste anchor is op de late avond. Nu heb je bij heel veel kranten. Ja, ik ben nu even heel erg het graag. Ja, nu maar ook bij nieuwslezeressen of bij Hart van Nederland. Ja, dus en je hebt Simone. Nee, ja. Een van die Simone Wijmans. Ja, precies. Simone Wijmans heb je. Anyway, je hebt wel veel meer dan je er had. En ook in de schrijvende journalistiek. Je ziet ook wel meer mensen van Marokkaanse afkomst schrijven. We hebben Hassan Bahara, hebben we nu bij de Volkskrant. Nadia Itzeroyl, je hebt ze wel. Ja. Sara, shout-out, Sara Nourouzel. Ja, die is ook al heel lang in het klopt. Ja, maar het is toch, ik kan niet zeggen, je kan er geen 30, 40 noemen. Nee, je kan er geen 30 noemen, maar je kan er wel al zeker 3 keer zoveel noemen als toen ik begon. Maar het gaat 15. Ontzettend langzaam. En het blijft ook nog steeds op gewoon... niveau is niet... Je hebt niet op hoofdredactioneel of eindredactioneel niveau... Nauwelijks. Daar waar het wel belangrijk is, denk ik. Altan Erdogan, die is hoofdredacteur van Folia nu. En die zat bij de revue. Je hebt er een paar, maar inderdaad, die kan ze zo noemen. Vooral bij de landelijke kranten. Want ik vind wel dat daar op een gegeven moment... Je kan wel tussen haakjes kleur aantrekken. Maar als je ook niet op niveau waar beslissingen worden gemaakt... ook dat diversiteit... niet hebt, dan blijft het... Nee. Weet je, het heeft te maken met blik. Ik heb afgelopen zondag moest ik toevallig een discussietje leiden. Dat ging over vrouwen. En daar zat een vrouw op het podium. Zij heeft een eigen bedrijf opgericht. En zij heeft 75% vrouwen in dienst. En ik vroeg haar, hoe komt het dat jij 75% vrouwen in dienst? Zegt ze, ik heb er niet op gestuurd. Ik heb niet bedacht, ik wil per se vrouwen in dienst. Ik ben gewoon sollicitatiegesprekken gaan voeren. En ik heb gewoon steeds de beste kandidaat genomen. En het zijn allemaal, toevallig allemaal vrouwen. En ze zegt, dat komt omdat ik gewoon met een andere blik kijk. Ja. Dat komt gewoon omdat ik... En niet als een vrouw binnenkomt, denk ik, die zal wel niks kunnen. Ja. En dan of gaat ze met zwangerschap of precies, weet ik veel. Maar ja. Ik begin gewoon van, ik kan wat, zij kan vast ook wel wat. En als ze wat kan, neem ik haar aan. En ze zegt, ik heb geen positieve discriminatiebeleid gevoerd. Het is gewoon organisch zo gegroeid. Dus het heeft gewoon met blik te maken. Ja. Als een man mensen gaat aannemen, neemt hij toch... Je neemt mensen aan die op je lijken. Ja. En mensen die op je lijken, dat zijn mensen die zijn van hetzelfde geslacht. Die hebben dezelfde interesses. Die komen uit dezelfde sociale klasse als jij. Die vinden dezelfde grapjes leuk. En die hebben dezelfde huidskleur. En dat is zo hardnekkig dat je mensen wel eigenlijk inderdaad met bijna wetgeving moet gaan verplichten om te zeggen, kijk eens anders. Of zet een keer een vrouw in je sollicitatiecommissie. Of zet eens een keer Anousha in je sollicitatiecommissie. Dan krijg je ook in jouw vakgebied. Je bent ook econoom en je bent volgens mij chef. Ik ben chef geweest. Ja, en it's already like a mannenbolwerk. Mm-hmm. Ik weet nog, ik denk dat het 3 jaar geleden was, of bijna 3 jaar geleden, kwam dat boekje uit, bundel Het Crisisdiner. Mm-hmm. Alleen maar, ik heb geteld, er waren 17 mannen. Want waar ging dat boek over? Het Crisisdiner was een bundel samengesteld door onze vriend Egbert Kalsen. En de adjunct hoofdredacteur van NRC. Ja. En Kees Vendrik, dacht ik. Mm-hmm. En ze hadden, after the crisis happened, ze hebben... Om de zoveel tijd met een select aantal mensen gingen ze dineren en dan praten ze over belangrijke dingen. En nobody
at some point thought, hey, er zijn ook gewoon vrouwelijke vrouwen die daar ook verstand van hebben. En ik kan zo 5, 6 opnoemen. En dat happened. En dan was er een presentatie in de Bali. Wie modereert? Een vrouw. En dan heb je toch een vrouw op het podium. Ja, namelijk. Zij was lekker modereren. Ja. Maar er waren alleen maar mannen. Het was, en ik weet ook dat er een tweede boekje komt of zoiets. Want zijn they're meeting again. Een tweede diner. Een tweede diner. En het was, ik kwam er toevallig achter. Want ik ging even lunch met een vriend van mij. En opeens zag ik een aantal mensen die ik ook gewoon ken uit het vak. They were like there. En ik zei van, hey, what are you guys doing here? Like, ja, we gaan waarschijnlijk ook weer, we zijn weer aan het praten. We gaan dineren over belangrijke dingen praten. En ik was van, again. En weer allemaal mannen? Ja, en weer allemaal mannen. Of, did you get an invite? Volgens mij niet, maar misschien wel. En heb ik nee gezegd. Zou kunnen hoor. Ja, nee, maar dat heeft te maken met blik. Ja. Nou, als jij een feestje moet samenstellen, dan kijk je eerst van oké, wie ken ik, wie vind ik leuk. Ja. En dat zijn je vriendinnen en dat zijn mensen die op je lijken. En voor je het weet heb je een feestje met alleen maar mensen die zijn zoals jij. En zo werkt het de hele tijd. En dat is het ingewikkelde om dat te doorbreken. Dat is meer dan een systeem. Dat zit in de hoofd. Het is een mentaliteit. Het is een cultuur. Verrassend vind ook in dit clubje. Het zijn wel allemaal mensen die als progressief en liberaal identificeren. Als kleurblind. Die worden ook het meest boos als je er iets van zegt. Die zeggen dan niet van ja, dat klopt inderdaad. Ja, Jezus, ik vind hem gewoon leuk. En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in hem. Ik vind hem gewoon heel slim. Dus ik vond het eigenlijk wel een heel goed groepje. Nee, dan worden ze boos op jou. En zeggen ze, ja, maar die meiden willen niet. En ik heb ze gevraagd. En ze willen allemaal niet. En ze zeggen allemaal nee. En ik kan ze ook helemaal niet vinden. En dan gaan ze heel erg in de verdediging. Of is het niet goed genoeg? We zoeken op kwaliteit. Of ze vinden het heel gek dat een vrouw geen zin heeft om te zitten met 6 hele seksistische mannen. Ja, en ook dat nog. Ja. Ze willen niet. Goh, wild. Ja, ook dat. Ja, dat speelt ook een rol. Hoe blijf jij staande? Heel veel mensen branden ook op. Ja. Ik ken mensen die zijn begonnen journalistiek of in zo'n wereld en dan denken na een paar jaar, sorry, dit is bijna niet te doen. How do you stay so shiny? Omdat ik het heel erg leuk vind. En, en in het begin, toen ik net begon, ik was jong, ik was 23 of 24. En dan kom je ook een persconferentie en alleen maar mannen, je bent de enige vrouw. Dat heeft ook heel veel voordelen. Je mag vooraan zitten en je krijgt de eerste vraag en de laatste vraag. En dan zegt mevrouw zit al zingen. En de volgende keer weet iedereen jou nog en al die anderen zijn ze vergeten. Dus het heeft ook allemaal ontzettend veel voordelen. Dus daar moet je ook gewoon van profiteren, maximaal van profiteren. Dus je kan je heel snel overal wel in de soort van in de kijker spelen of zo. Dat vond ik toen wel heel fijn. En ja, weet je, je moet ze soms ook gewoon uitlachen. En dat is veel beter dan boos worden. En dat helpt. En de laatste jaren schrijf ik gewoon mijn eigen stukjes en ik heb mijn eigen hoekje en ik hoef me door niemand wat te laten vertellen. En dat is gewoon heel erg fijn. Ja. En ja, weet je, het helpt ook gewoon om af en toe te lachen en te denken, weet je, het gaat wel over. Ja, maar dat is voor jou persoonlijk. En ik kan me voorstellen, nou, fantastisch, dat heb je helemaal verdiend, keihard voor gewerkt. Maar het systeem, want je voedt ook dochters op. Je hebt ook vrienden met kinderen, vrienden van kleur. Word je niet ook wel eens dan geraakt daardoor? En heb je ook wel eens niet zoiets van, goh, wat kunnen we nou op systematisch niveau? Dat ook in dat iedereen, weet je, dat het. Dat je niet alleen maar hoeft te knokken. Ik maak me soms wel zorgen om een meisjes. Weet je, het zijn prachtige meiden. Ja, en dat zijn ze. Ik heb ze gezien. Heel echt beautiful. Waanzinnig mooi haar. En ze zijn echt helemaal tof. En ze zijn zo zelfverzekerd. En ze zijn zo goed en zo slim. En ze zijn er zo van overtuigd dat ze kunnen worden wat ze willen. En ik denk elke dag van, ik hoop zo dat het gaat lukken. Ik hoop zo dat ze niks vervelends tegenkomen. En ik weet dat ze vervelende dingen gaan tegenkomen. You don't want to burst their bubble. En ik weet je, en ik zeg gewoon elke dag tegen ze, je kan worden wat je wil. En je gaat worden wat je wil. En je gaat gewoon doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En waar je gelukkig van wordt. Maar ik maak me daar wel soms heel erg zorgen om. Dan zie ik ze zo gaan en denk ik, als het maar goed gaat. En het gaat tot nu toe gewoon goed. Ja. Maar ik weet natuurlijk dat ze allerlei hele vervelende en akelige dingen tegen gaan komen. Maar dat kan je ook niet, weet je, dat kan je kan ze niet tegen alles beschermen. Nee. Maar ja, daar maak ik me zorgen over. En ja, ik vind dat het ook mijn plicht is om vanuit dat hele kleine hoekje wat ik heb,
in elk geval te doen wat ik kan doen om de weg voor hun te banen. En dat kan ik op twee manieren doen. Dat kan ik door mijn zo goed mogelijke zelf te zijn. Gewoon door hun voorbeeld te zijn. Door te zeggen, kijk, ik ben jullie rolmodel ook. Dit kan. En gewoon doen. En door, als het enigszins kan, op te schrijven wat ik vind dat moet gebeuren. En hopen dat één iemand het leest en denkt, maar je bent een heel belangrijk. Je bent een heel belangrijk en groot rolmodel voor heel veel mensen. Nee, ja, ik vind het absoluut. Ik had vroeger gedacht, weet je, lees iets van jou. Kijk, weet je, ik hield nooit zo van dat woord vroeger. Ik dacht, onzin en zo. Maar ik merk zelf, als ik nu, ik word heel vaak uitgenodigd bij zo'n vrouwenorganisaties. En dan zijn er altijd jonge meisjes en die komen naar me toe en die zeggen altijd van, ik wil dit ook. En dan denk ik, oh ja, dit is wel belangrijk. Of zo, weet je, ik deed er vroeger altijd een beetje nuffig over. Nou ja, rolmodel, wat een onzin. Maar ik snap dat het belangrijk is. Ik snap dat zij denken van, wauw, dat wil ik ook. En dat kan dus. En dan zeg ik ook tegen ze, natuurlijk kan het. Ja. Je kan het. En ze kan het ook. Er is niks heel bijzonders aan mij dat ik iets kan wat jij niet zou kunnen. Je kan het ook. En doe je dat ook op structureel niveau? Dat je echt een aantal jonge meiden, dat je dat mentorship rol op je neemt? Ja, of ik heb niet structureel mensen onder mijn hoede of zo. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk in te gaan op verzoeken om voor groepen te praten die daarom vragen. Want ik vind dat wel heel erg leuk en belangrijk. Ja. Ik geef ook gastcolleges op de Universiteit van Amsterdam voor schrijven, voor mensen die heel graag willen leren schrijven. En dan probeer ik ook altijd de meisjes eruit te halen. Die zijn vaak ook een talent voor ons. En zeggen, je kan het. En gewoon doen. En, ja, want het is wel belangrijk om, het is niet, kijk, het is ook wel belangrijk om, I think if I had role models when I was younger, dat ik misschien veel eerder zelfverzekerder zou zijn geweest dan ik nu ben. Tenminste, dat denk ik zelf. Want ik had een heel andere, I mean, sowieso is mijn jeugd ook in Nederland een beetje weird. Ik leefde in een bubbel totdat ik echt ging studeren. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om het op een vrij jonge leeftijd. Er zijn heel veel jonge mensen die zichtbaarheid is heel. Het is heel belangrijk om mensen te zien slagen en dan denk ik van, je kijkt naar iemand en denk van, ik wil dat ook. Ja, maar dat blijkt van het onderzoek, zoals met die nog steeds met de doltest, zo'n poppentest. Als je dat nu nog steeds doet bij jonge kinderen, ook van gemengde komaf, met ouders die het succesvol zijn financieel. Ik heb heel lang op een eiland geleefd en totdat ook in Nederland, heel lang op een eilandje van, dat wordt niks. Nou, ik word maar maatschappelijk werker, want dan kan ik echt een baan vinden. En dan pas een beetje naar, ik heb gewoon echt het privilege om in een dipsaus WhatsApp groep te zitten met Ebice, met Anousha, met Arzu, met Saada. En als ik dan een vraag heb, ik bedoel, ik had wat problemen met werk en dan dacht ik, maar hoe pak je dat dan aan? En dan heb je een Ebice die zegt, mailen, alles zwart op wit. En dan heb je Anousha, nee, naar de vakbond en dat soort dingen. Het is zo enorm waardevol, want goed, je ouders wil wil mijn ouders maar tot op een zekere, zeg maar, hoogte belasten, want die maken zich al enorm veel zorgen. Ja. Dat je dan even de contact hebt, weet je wel? Even die inspiratie even van, als je een beetje down bent en je bent millennial en millennials hebben het al zwaar. We hebben het zwaar. Ik blijf ze verdedigen, we hebben het al zwaar. Weet je, dan is het echt enorm fijn en echt enorm waardevol. Want ik dacht dat ik op een gegeven moment, zeg maar, toen ik probeerde heel voorzichtig voor jou op te schrijven, verdacht ik dat ik wel mijn peers had gevonden. En toen dacht ik, oké, nee, dit zijn ze echt niet. Hoe bedoel je? Nou, dat op een gegeven moment raakte ik een beetje geïnspireerd door een beetje, laten we zeggen, de Nederlandse Marokkanen die al een beetje langer in de business zitten, zeg maar, in Nederland. En ik kende ze eerst helemaal niet, want ik heb de hele tijd op mijn eilandje gezeten met Marokko, Arabische Lente. Ik kende mensen in Egypte, maar ik wist niet wie naast me woonde, bij wijze van. En toen ik daar mijn blik een beetje begon te verschuiven naar Nederland, dacht ik van, oké, dit zijn mensen die zo best wel kritisch, best wel en dat soort dingen. En dan, dat zij als die voorbeeldfunctie zouden precies, kunnen. Precies, maar als ik dan, ik ben daar heel ongezout en ik heb gewoon echt een mening. En ook toen ik 24 was, wist ik heel goed hoe het allemaal moest. En hoe Nederland moest veranderen en institutioneel racisme en dat soort dingen. En als je dan als jong iemand steeds wordt teruggehouden van, nee, zo ga ik niet halen. Please the white people en da. En dat is voor mijn zelfvertrouwen was dat heel, heel schadelijk van, ben ik nou gek? Weet je, dat mag ik niet zeggen. Ben ik nou een beetje, snap ik het nou niet? Of wat dan ook. En dan is het zo waardevol als je als student bijvoorbeeld bij de UvA jou zou zien praten. En denk van,
Oh ja. Volgens mij inderdaad wat je bedoelt is, want je leeft op verschillende niveaus. Je hebt inderdaad die verantwoordelijkheid naar je ouders toe. Hè? Van, oh god, tot zover hebben we jou kunnen brengen. Ja. Die strijd en wees succesvol en giving back. Je hebt inderdaad, je wil succesvol worden in een toch white male dominated society. Ja. Dat betekent, hè, dan word je door vrijheid, gemeenschapsuiting telt toch maar een beetje van één kant. Laten we wel wezen, zeker nu. En je hebt inderdaad je eigen ontwikkeling, hè, in zeg maar kijken naar sociale structuren, wat je wel of niet eerlijk vindt. Dus dat is zijn drie, ja, drie wat bordjes ik, die ja, je wat ophoudt. Ik interessant vind is toen ik in Nederland kwam wonen in 1986, had je dit niet. Nee. Dus jullie hier andere, zo met z'n drieën zitten en weet je, en dat jij voor Joop wil schrijven en dat ook gewoon gaat doen en heel erg bezig bent met ontdekken wie je bent en zo. Die meisjes waren er niet. Ze waren niet publiek. Je zag ze niet, je hoorde ze niet. Ze hadden geen podcast. Het was er allemaal niet. Dus in die zin zie ik wel vooruitgang. Ik vind dat de migrantengemeenschappen zich enorm aan het emanciperen, ja, zijn. De hele discussie over Zwarte Piet. Toen ik hier kwam wonen in 86 en kleerde mijn man, of toen nog mijn vriend kennen, die werd elk jaar, hij heeft een ongelooflijk hekel aan Sinterklaas, want hij werd elk jaar vanaf 1 december ongeveer op straat, ja, daar loopt Zwarte Piet! En dat ging dan echt door tot 6 december. Dus hij was echt altijd helemaal woedend rond Sinterklaas. Nou ja, als je dat dan aan iemand vertelde, waren ze heel verbaasd. Ja. En ik vind het waanzinnig dat we daar een debat, ja, over hebben. En het is, weet je, het gaat gepaard met lelijkheid en geweld. Ja. En ook geweld, ja. Maar weet je, ik vind het wel goed dat het er is. En ik vind het goed dat we dat geweld zien. En dat het op, ja, tv is. En dat we het, ja, erover hebben. En weet je, het moet ook botsen en wrijven. En niet elke revolutie gaat vanzelf. En en ik vind dat zo een vooruitgang en zo'n winst. Dat we nu hele zelfbewuste generaties hebben. Zoals jij. En zelf die, gedaan, hè? Weet je, ja, we hebben dit zelf gedaan. Want als je. Ik vind het wel heel belangrijk. Vergeet niet al het voorwerk dat is gedaan. Want in de jaren 80, jaren 90 zijn altijd mensen van kleur geweest die boeken hebben geschreven, die hebben geprobeerd. Ja. En die was allemaal marginaal. Alles zijn kwijtgeraakt. Ja. Nou, met Sonja zat al, vergeet niet, Scotty en met z'n tweeën al in een talkshow. Ja. Nou, het geweld dat die over zich heen hebben gekregen. Maar als ik zeg zelf, bedoel ik mensen van kleur al vanaf het begin. Ja. Dit is nooit iets dat van bovenaf of wat dan ook. Dit is altijd van grassroots afgedwongen is geweest. Ja, heel weinig support van bovenaf. Zeker. Nou, ook, Sheila, je bent een mega belangrijk rolmodel voor ons, voor iedereen. En blijf dat. En nou, het is echt heerlijk om jou hier te hebben en om je op deze manier ook te horen. En niet alleen je geweldige stukken, maar ook je stem te horen. Ja. Heel erg fijn. Ja. En wij gaan nu naar een van onze andere vaste favorite onderdelen. Ja. Dat zijn de DDD's. De DDD's zijn, ze staan voor dansen, drinken of dipsausen. Okay. Dus je krijgt drie namen voorgeschoteld en dan moet je kiezen met wie je wat gaat doen. Of ik met hem wil dansen, of met hem wil drinken, of met hem wil dipsausen. Ja, dus en bij dipsausen mag ik een heel eigen invulling geven aan wat ik onder dipsausen versta. Je bent niet zomaar aan het dipsausen. Dipsausen is eigenlijk de persoon met wie je het vaakst mailt, belt, 's nachts dronken, sms'en stuurt, bij wijze van spreken. Okay. Echt dat mooie selfies van onder, zeg maar, met de lekkere... Dat is echt een millennial ding. Dat doen wij niet meer. Op mijn leeftijd Intiem contact hoeft niet fysiek te zijn. Maar het is in ieder geval heel intiem. Waar alles met elkaar delen. Wat wij eigenlijk doen in onze dipsausgroep. Dat is dipsaus. Ja. Dus dat kan echt letterlijk zijn dat je gewoon 80 keer niet reageert. En dan opeens, ik begin even voor mezelf. Ik heb jullie nodig. Ja. Dat mag gewoon. Ja. Ja. Maar kan juist ook zijn dat je bij spreken halve ruzies met elkaar hebt. Of juist die vind ik stom. Of die vind ik juist leuk. Ik ben verliefd op die. Gewoon alles mag gedeeld worden. Is goed. De mannen nummert, want anders kunnen we het niet bijhouden. Dus ik krijg drie namen en dat zijn Connie Palme, Mark Rutte en Ronnie Flex. En ik moet kiezen met wie ik wil dansen. Misschien kan je ook zeggen waarom we ze hebben gekozen voor je. Hebben we waaroms? Nee, we hebben geen waaroms. Ik heb alleen Ronnie Flex, maar ik Ronnie Flex leuk vind. Wat hij vertelt. Nee, ik heb Ronnie Flex gekozen, niet jij. Ja, maar ik heb tegen jou gezegd wat ik leuk vind. Mark Rutte natuurlijk, omdat ik je wrote a book. Ja, en Mark heb je hem ontmoet? Heb je veel met hem gesproken toen ook? Ja, ik heb in Den Haag gewerkt als politiek verslaggever toen hij nog Kamerlid was. Dus ik ken hem al langer. En Connie Palme natuurlijk, dat is toch wel de Nederlandse
Ja, want ik bedoel, it was easy. The first thing I did was, ik moest even bedenken. Ik dacht, Zeri, want dat is zo makkelijk. Dan ga je mee dipsausen. Ja, uiteraard. Dus ja. Ik dacht, nee. Ja, Zeri, dat is moeilijk. Dipsausen van Zeri. We willen allemaal met Zeri dipsausen. Dus ik heb een selfie met Zeri. Ja, het is gewoon, with her ja. Ik kwam haar tegen op de gracht. Mijn dochter heet Zeri. I know, dat weet ik. Ik kwam haar tegen op de gracht. En zij sprak mij aan en zei, ik ben de weg kwijt. Weet jij waar dit in het hotel is? En toen zei I know you. Ik ga met je mee naar de film. Ik was serie. Ik lijk mijn kind achter neer. Je moet kiezen. Ja, ik had mijn kind ook bij me, dus vond ze ook helemaal leuk. Dus nou, we zijn helemaal best friends. Maar goed. Oh, ik ben jaloers nou. Je moet kiezen. Ik moet kiezen. Ik moet kiezen met wie van hun ik zou willen dipsausen. Eén van de drie met ze doen. Even kijken. Ja, dan kies ik toch maar gewoon voor Ronnie Flex, hoor. Die vind ik toch wel de leukste. Dan ga je met dipsausen. Ik denk het wel. Oké, met wie ga je dan dansen en met wie ga je drinken? Ik ga dansen met Connie Palme. En ik ga drinken met Rutte. Want drinken met Connie Palme, ik denk dat we heel erg aan handen. Dat ga je niet volhouden. Dat ga je niet bij kunnen houden. En wat ga je dan vragen aan Mark Rutte? Nadat je het boek hebt geschreven naar alles. Als jullie heel erg dronken zijn. Wat ga je hem dan vragen? Dan ga ik hem vragen. Heb je nou het idee dat je nou echt iets betekend hebt voor het land. Wow! Oh my god! En dan tequila. Met zout. En nou. Eventjes gewoon, let's end with a lighter note. Ik vond dit al hele goede. Je gaat met vakantie? Of ik met vakantie ga? Ja, ik ga met vakantie. En wat ga je meenemen? Wat ga je lezen? Wat is je leeslijst? Ik moet mijn leeslijst nog samenstellen. Oké. In ieder geval, hallo witte mensen, neem ik aan. Volgens mij heb ik dat al bijna helemaal uit. Want Arundhati Roy heeft haar nieuwe boek is uit, hè? Wat zeg je? Van Arundhati Roy. Ik zag het, ja. Dik. Ja. Het is heel dik. Geweldig. Maar ik moet Swingtime nog lezen. Oh ja, dan dat gaat voor. Ik ben op bladzijde 12 of zo, want ik had helemaal geen tijd. Dus die moet ik sowieso nog uitlezen. Dus die moet sowieso mee. En verder moet ik nog gaan nadenken over mijn Nou, ga helemaal lekker nadenken. Wij kletsen hier nog even verder, terwijl we ook lief gaan afsluiten. Lieve, lieve luisterers, dankjewel. Dit was hem dan weer. Dankjewel, onze fantastische gast. Shaila Sitalsingh. Lees haar natuurlijk haar Ik vond het heel leuk. Wat zijn jullie leuk. In de Volkskrant. En nou, check natuurlijk ook onze Instagram, ons Twitter, Facebook. Nou, laat berichtjes achter. Laat recensies achter. Vergeet je niet te abonneren. We krijgen een playlist van Shaila. Yes. Ja, zijn we spannend. En natuurlijk, nou, al onze sponsoren willen bedanken en een very big shout-out to onze Nicole Terborg, onze regisseur. Yes. En hij is voor het eerst bij ons vanuit weet ik veel, ergens in het noorden van Nederland, bij ons in de studio. Noordwijkerhout, volgens mij. Dankjewel. Dat was Dipsaus.